In 2017 stortte de nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport deels in. Er bleken fouten te zitten in de hechting van de breedplaatvloeren en de betonvloer, waardoor de constructie te zwak werd. Deze bouwmethode is veel vaker gebruikt en dus werd onderzocht of er meer panden zijn die daardoor onveilig zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf blijkt acht van zulke panden in het bezit te hebben en die moeten dus worden hersteld. Maar hoe? Wat wij op dit moment met de proeftuinen bezig zijn, aan het doen zijn, is om gewoon te kijken op het moment dat wij aan het werk gaan met een representatief pand zoals dit pand, dat wij alle methoden hebben uitgeprobeerd die eventueel uitgevoerd zouden worden in die panden zelf. Het voormalige pand van het OM is een ideale testlocatie, want het staat leeg en het is van het Rijksvastgoedbedrijf. En belangrijker nog, ook hier is een probleem met de vloeren. Vier verschillende bedrijven laten zien op wat voor manier zij de betonplaatvloeren kunnen herstellen. Wij doen het met ons rapanker. Dat is een, een speciaal anker die zorgt dat de breedplaten weer gefixeerd worden. En wij doen het op een stofvrije en geluidsarme manier. Waardoor er met weinig drama gebouwen gerepareerd kunnen worden. En terug naar hun oorspronkelijke waarde. Dus het vastgoed blijft zeg maar, hun waarde behouden. En de, de relaties en de klanten hebben geen overlast van onze werkmethode. Wij versterken hier de plaatnaad. Door het aanbrengen van koolstofwapening, uh, lijmwapening. Deze wordt gelijmd op de betonnen uh, op de onderzijde van de breedplaat uh, met een overlap aan beide plaatnaden. Een groot voordeel hiervan is dat wij niet hoeven te boeren in de constructie. Maar uh, het ziet er, wat mij betreft, iets te simpel uit. Ik bedoel, je plakt gewoon een plaatje tegen het plafond, dan wordt hij er niet steviger van. Dat is uh, heel simpel gezegd. Er ligt hier een rapportage aan voorafgaand van, van 250 pagina's. Wij uh, passen denk ik, al 20 jaar uh, lijnwapening uh, toe. Uh, de breedplaatproblematiek komt er nu bij. Dus maar het uh, principe van het aanbrengen van lijnwapening is voor ieder project hetzelfde. De verschillende manieren van herstel zijn al op een paar plekken uitgeprobeerd. De test heeft dan ook niet het doel om uit te zoeken of het wel werkt, maar wat de voor- en nadelen van een specifieke methode zijn. Het gaat om de overlast die het eventueel kan veroorzaken. Dus kun je je voorstellen dat wij dan verschillende panden hebben die dan opgeknapt moeten worden, hersteld moeten worden. En daar zitten gewoon mensen in. Dus op het moment dat het hersteld wordt, moeten we gewoon even heel goed kijken of het overlast kan veroorzaken, of het pand ontruid moet worden. Dat hoeven we natuurlijk niet. Daar gaan we niet van uit. Maar als mensen kunnen blijven zitten, wat veroorzaakt dat? Het dan? Of is het dan stof? Wat is de mate en hoe kunnen we dat eigenlijk beperken? En daar zijn die proeftuinen eigenlijk voor. Of en hoe de bouwers van destijds aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van het herstel wordt op een later moment bepaald.